Dit is de eerste video in de serie over de staatsinrichting van Nederland. En die staatsinrichting dat maakt onderdeel uit van de eindexamenstof van het VMBO. En ja, waar hebben we het dan over, de inrichting van een staat? Dan gaat het eigenlijk over ja, hoe we ons bestuur hebben geregeld, in Nederland dus, hè. daar kijken we naar. En dan komen er allerlei begrippen voorbij, zoals in deze video bijvoorbeeld monarchie en republiek. Eerst eens even kijken naar monarchie, wat is dat dan? Nou, een monarchie is een land waar een koning of koningin aan het hoofd staat, een koninkrijk dus. Ja, en hoe word je koning of koningin? Kun je ervoor solliciteren? Nee, dat kan niet. Dat koningschap, dat is erfelijk, dat ligt vast, dat blijft binnen de familie. Als we bijvoorbeeld naar onze huidige koning gaan kijken en naar zijn gezin, dan zien we hier koning Willem-Alexander staan. Nou ja, die is koning geworden omdat hij het oudste kind was van de vorige koningin, koningin Beatrix, He, erfelijk dus. En we weten nu ook al dat uh, de eerste in lijn om hem op te volgen, die staat uh, op de foto links. Dat is prinses Amalia, zij is het oudste kind. En in principe is zij de eerste aangewezen troonopvolger. Dus als koning Willem-Alexander stopt als koning, dan zal zij het overnemen. En als zij dan eventueel weer kinderen krijgt als ze koningin is, dan is het oudste kind weer de eerste in lijn om de koning op te volgen. Dat is dus anders bij een republiek. Bij een republiek staat ook één iemand aan het hoofd van de staat, maar die is gekozen. En uh, dat is vaak een president. Hè? Dus er zijn verkiezingen en dan is er een uh, wordt er een nieuwe president gekozen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de Verenigde Staten van Amerika. Hè? De Amerikaanse presidentsverkiezingen, die houden altijd iedereen bezig. En wat je ook heel duidelijk ziet bij een republiek, en dat hoeft bij een monarchie niet per se zo te zijn, is dat uh, de macht verdeeld is vaak over meerdere personen. Dus die president heeft wel veel te zeggen, maar de macht is vaak toch wat meer verdeeld. Oké, okay, maar Nederland is dus een koninkrijk, een monarchie. En uh, ja, de koning heeft tegenwoordig niet meer zo heel veel macht. Onze examenstof start in 1848. En op dat moment is uh, Willem II is koning van Nederland. En het is niet dat hij negen jaar oud is geworden als je naar die jaartallen kijkt. Nee, dat erretje staat eigenlijk voor zijn regeerperiode. Hij is van 1840 tot 1849 is hij dus koning. En hij wordt opgevolgd door, nou ja. Je kunt het eigenlijk al een beetje raden. Willem III die neemt het over. Die is heel lang koning van Nederland. Totdat hij sterft en uh, zijn dochter op de troon moet komen. Dat is Wilhelmina. Die is uh, dan nog te jong eigenlijk. En pas op de 18e zal zij ook echt zelf gaan regeren. Daarvoor doet haar moeder het eigenlijk even voor haar. Uh, maar dat is de eerste koningin van Nederland. Nou, Wilhelmina wordt opgevolgd door een andere koningin, koningin Juliana. En uh, die wordt weer opgevolgd door haar oudste dochter, dat is koningin Beatrix. En dat is de moeder van onze huidige koning, koning Willem Alexander. Dus we hebben het gehad over de begrippen monarchie en republiek. En Nederland is in die hele periode van die eindelijk samen van 1848 tot nu is Nederland een monarchie.